wij zijn hier niet bezig om jongeren te veranderen. We proberen wel het beste uit jezelf te halen. Dus het zijn jouw wensen, jouw dromen, jouw doelen, waarbij wij proberen te helpen om die te realiseren. Jongeren die hier naar school komen, jongeren vanaf 14 tot en met 18 plus, die om verschillende redenen zijn uitgevallen in het regulier of het speciaal onderwijs, waar sprake is van problemen op meerdere leefgebieden en die gewoon een plek zoeken om weer opnieuw te beginnen, een soort herstart te maken. Waarin wij uniek zijn is dat wij de basis leggen op arbeidstoeleiding. Dus jongeren die al heel vroeg weten dat uit boeken leren niks voor hun is. En dan heb je niet zo heel veel opties. We hebben heel veel praktijklessen, dus wij hebben techniekles. We hebben ook horecalessen, we hebben beneden een uitgebreide keuken. Daar wordt iedere dag de lunch gemaakt voor leerlingen, door leerlingen. Voor de mensen die niet kunnen stilzitten, die kunnen in de ochtend ook kiezen om 2 uur te lekker te beginnen met sporten. Er zijn crea-lessen en we zijn nog steeds op zoek naar wat er nog meer mogelijk is. De basis van waar wij uit werken is verbinding. Elkaar eerst leren kennen, een band van vertrouwen opbouwen. Als dat vertrouwen er is en de verbinding is er, dan zie je dat een jongere open staat om dingen aan te nemen van de coach. Vanuit die communicatie en die bereidheid om samen naar een nieuw doel te werken, verspreidt de coach dat gevoel van verbinding uit. Totdat er een breder netwerk is waarin de jongere zich verder kan ontwikkelen. Iedereen die hier werkt doet dat vanuit hart en ziel. Want je bent inderdaad bereid om beschikbaar te zijn 's avonds en in het weekend. En om in de pauzes bezig te zijn met de jongeren en om les te geven. En om inderdaad ook mee te helpen op het sociale vlak. Dat vraagt nogal wat van coaches en dat is meer dan alleen het lesgeven. Het is 3 banen waar normaal gesproken 3 verschillende opleidingen vervolgd in 1. Ik zeg wel eens, wij zijn de Champions League van de hulpverlening. Het is leuk als je kan voetballen, maar dan ben je nog steeds niet goed genoeg voor de Champions League. En de coaches die hier werken zijn dat wel, die zijn heel speciaal.